echt niet verwacht dit. Dat had ik echt niet verwacht. Hoi, goedemorgen. Het is 9 februari 2020 en het wordt een best wel spannende week. Want we hebben een afspraak bij de bank om het echt allemaal goed te bespreken. Het huis wordt getaxeerd en we gaan het voorlopig koopcontract tekenen. Het had eigenlijk al binnen moeten zijn, maar goed, het loopt niet helemaal soepel dus met de internetmakelaar. Maar oké, het komt eraan. Het is vandaag zondag, het is heel stormachtig. Maar ik heb afgesproken met Koos, een goede vriend van me. En ik heb hem al een paar weken niet gezien, dus hij weet nog niet van dit huis. Ik ben heel benieuwd naar zijn reactie en... Oh, ik hoop het zo dat het allemaal doorgaat. Ik wil het echt zo super graag. Dat onzeker is gewoon zo irritant dat je het niet weet of dat echt allemaal lukt en wanneer. En als het allemaal doorgaat, duurt het sowieso nog wel een half jaar voordat ik daar echt woon, denk ik. En dat voelt dan ineens weer heel ver weg, maar ook weer niet. Dus het is, nou oké, goed. Ja, dat is echt bizar. Ja, het is echt... Ja, ik vind het water. Ik heb dat eigenlijk nooit zo gezien. Dat is zo kijk naar daar. Kijk. Daar is die. Oké, okay. Dat ziet er wel leuk uit. Met het schuine raam. Kun je wel uitzien? Ja, sorry. Ja. Weet je, dus ik heb daar natuurlijk als uitzicht. Ja. Ik hoop zo dat het doorgaat, joh. Oh, ja. Maar die onzekerheid is echt killing. Want je wil. Goedemorgen. En vandaag ga ik beginnen met de eerste stap naar de verkoop van mijn huis, namelijk opruimen. En vooral mijn schuur moet leeg, dat is echt, ik dump er dus al jaren gewoon troep in. Niet alleen ik trouwens, ook mijn ouders, ze staan nog allemaal, nou ja, dat moet allemaal leeg. Er liggen nog een hele stapel enorme takken achter wat weg moet. De deur moet nog gemaakt worden, dus dat soort dingen. Het loodgieter komt ook nog, dus ja, spannend. Oh, wat is die pest, jongen. Oh, allemaal verzameld in de schuur. Gaat de eerste lading hoor. Takken uit de tuin. Kan ik in ieder geval weer de normale rondleiding geven. Lukt het? Pas op. Ja, denk ik ook. Hartstikke goed. Oh, maar het schiet al hartstikke op. Nou, en dit is het resultaat. Wow. Grote schuur, jongen. Even naar het huis te kijken en pap zit al plannen te maken om het ooit, als ik zou willen, om het uit te breiden. Er zijn mogelijkheden bij dit huis. Dat is er wel heel tof aan. Ja, de serre is niet zo, is wel duur, maar dat is wel heel mooi. Je zou een soort van, als we dat gelijk zouden doen, dan heb je boven gewoon een logeerkamer waar ik met mijn lover kan slapen, maar dan maak ik dus, dan richt ik me helemaal op beneden. Dan komt daar mijn bureau en mijn bed. Hey, hallo, hallo. En ik ben dus vandaag in Amsterdam. Superleuke werkafspraak. Iemand die ik moest interviewen voor NRC. En ik film nu even voor deze serie. Omdat ik had gewoon even zo'n moment van... Oh, moet ik niet gewoon naar Amsterdam? ik wil naar het huis. En dat lijkt echt allemaal te gaan lukken. Inmiddels nog een keer met de bank gepraat. Het zag er super goed uit. Ik blijf gewoon last houden van een soort tweesplitsing. Dat ik... me gewoon super fijn voel in de polder waar ik woon. Maar qua cultuur gewoon inspiratie opdoen door te praten met mensen die ook gewoon met
schrijven of andere artistieke dingen bezig zijn, dat zit gewoon zo hier. Ik ben toch ook gewoon wel een beetje gek op deze stad. En is het contrast zo groot met waar ik straks ga wonen. Ja, ik voel me in de Hoekse Waard altijd de excentriekeling. En als ik hier ben, dan voel ik me altijd het nog te brave poldermeisje. En ik ben allebei niet. Misschien ben ik allebei wel. Een beetje. Maar goed, nou ja. Het verhaal wordt steeds vager dit. Ik ga erover ophouden nu. Ik ga weer naar huis. Volgende week gaan we het voorlopige koopcontract tekenen. Er stonden nog een paar foutjes in. Dus die moeten nog even hersteld worden. Ja, mijn huis moet gewoon echt zo snel mogelijk in de verkoop. Nu mee bezig. Jongens, bye bye. Nou jongens, ik heb echt een hele nare, rotte update. Ik kreeg namelijk net een mail van de verkopers. Het voorlopige koopcontract was er, maar er stonden wat dingen in die niet helemaal klopten. Dachten we, en toen hebben we dus wat dingen aangepast, waaronder de datum van de financiering. Want daar is gewoon best wel een tijdje voor nodig. Maar de verkopers willen dat dus veel sneller rond hebben dan wat waarschijnlijk gaat lukken. En als wij niet akkoord gaan met hun datum, dan houdt het nu op. Dan gaat het huis opnieuw in de verkoop, omdat er dus blijkbaar zoveel aanvragen zijn. Ik ben echt even helemaal in shock. Dat gaat gewoon, voordat de banker überhaupt naar kan kijken, dat gaat gewoon niet binnen 2 weken. Het is nu, die woningmarkt is zo bizar, dat je gewoon als koper kan je ook gewoon, moet je je gewoon helemaal schikken, bijna. Nou ja, ik moet me maar op voorbereiden dat het gewoon allemaal niet doorgaat. Ik denk echt heel de dag aan dit huis. Gewoon aan de verhuizing. Ik ben er zo mee bezig. Dus. Dat had ik echt niet verwacht dit. Dat had ik echt niet verwacht. Dus ik zat het te maken als schrijver dat ik het gewoon heel kwalijk vind. Maar wij zijn heel duidelijk geweest. We verwachten ook geen enkel probleem met de bank. Maar had dat dan van tevoren gezegd. Ik kan er niet over uit. Ik kan het gewoon dat je even helemaal niet meer volgen. Nee, ik voel me helemaal raar ervan. Dat ik denk, ja. Dat jij dat ook hebt, maar wat ik vaak heb moeilijkst in het leven zijn die onzekerheden. Ja. Op zich, je hebt geen zekerheden natuurlijk, maar... Oké, in het kort gaat het huis definitief niet door. En ik ben er echt een beetje kapot van. Het zat dus zo, die mensen verkochten het dus zelf via een internetmakelaar. En we hadden dus mondeling een overeenkomst, ook over de datum van overdracht en wanneer dan de financiering rond moest zijn. En hebben we het helemaal doorsproken. Ik had al groen licht van de bank in principe, maar goed, dat moet natuurlijk wel allemaal gereed worden gemaakt. En omdat we dus die mondeling overeenkomst hadden, werd alles in gang gezet. Hebben we dus mijn ouders en ik ook al een taxateur gestuurd. Echt fucking duur, €600. En ondertussen wachten we op het voorlopig koopcontract. En dat kwam heel laat. En daarin stond ineens een hele andere datum, wanneer de financiering rond moest zijn, dan dat we hadden afgesproken. Het was ineens binnen 2 weken. Dat ging niet. En daarnaast was ook nog eens, de contactpersoon bij de bank was op vakantie. Dus de bank wilde niet voor die ene week dat ze er niet was, dat dossier helemaal openen. Want het is best ingewikkeld. Ik als freelancer en dan mijn ouders die dan dus deels inspringen. En nog een som geld die ik heb die ik erin zou stoppen. Dus het was gewoon, het is echt heel ingewikkeld. Dus, maar goed, de bank had al gezegd dat het in principe allemaal moet lukken. En dat wisten die mensen ook. Maar ja, zij hadden het gewoon in hun hoofd gehaald dat ze gewoon echt heel snel wilden weten. Ja, gewoon heel snel die financiering officieel rond wilden hebben. Dus een handtekening onder van de bank. En dat duurt gewoon even. Dat uitgelegd, toen wilden ze toch nog even wachten. En toen hebben ze toch besloten om niet meer te wachten. Dan hebben ze het huis weer in de verkoop gedaan. Nou, dat is toen binnen een dag of zo verkocht. En daarna kreeg ik bericht van de bank dat het dus inderdaad echt allemaal in orde was. En dat financiering eerder rond kon zijn dan dat ze oorspronkelijk hadden gezegd. Dus al met al had het gewoon makkelijk gekund. Dus het is gewoon helemaal misgegaan. En ik was ook al heel ver met mijn huis. Ik was al aangemeld.
Maar dat heb ik nu teruggetrokken, want ik ga niet mijn huis verkopen voordat ik een huis heb gezien waar ik wil wonen. Oh, ik vind het zo erg. Het is echt een klap, want ik was wekenlang, nou ja, ik denk dat ik er 6 weken mee bezig ben geweest of zo met het huis. Toen was ik wel een beetje idioot hoor, maar ja, ik denk dat door die internetmakelaar die ertussen zit, dat dingen gewoon lang liepen. Nou ja, goed, dus ik ben er een beetje van aan het bekomen, proberen, maar ja, lukt me nog niet echt. Dus ik moet verder maar zien tot er wat anders komt. Ik hoop het. Zo, het is wel echt heel stil. Ik ga bij een huis kijken weer. Ik wil je wel even zien. Ja, dat heb jij ook. Dat heb ik ook. En ik kom het nou weer op beeld? Weet ik veel.